Youssouf, rustig aan hè, Youssouf vandaag. Hou je in de gaten. Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Fuck a bitch, bitch, motherfucker bitch. Elke woensdag om 7 uur kijk jij bij mij in de klas. Er wordt gelachen, er wordt ruzie gemaakt en vriendschap gesloten. Kortom, het echte leven op een middelbare school. Ja. Dylan. Op tijd. Altijd. Gefeliciteerd. Dank je. Zo. Nou. Nou. Laatste mentorgesprek, hè? Vlak voor het eindrapport. Nog 2 maanden. Ik ga jou wat geven. Oké. Ja. Ik ga je namelijk een cadeautje geven. Oké. Kijk eens aan wat ik voor jou hier heb. Mag ik het nu uitpakken? Pak het uit. Ik ben wel benieuwd. Ja, pak het maar. Een kussen. Een kussen. En waarom, Dylan, denk je dat ik jou een kussen ga geven? Omdat je me wilt kussen? Nee, wel een leuke grap, maar dat is hem niet. Mag ik jou feliciteren? Jij staat er nu zo voor, zo belabberd. De volgende 2 maanden kan jij lekker met je kussen kan je naar school. Kan je achterin de klas kan je gaan zitten. Kan je lekker zo met je hoofd. Kan je 2 maanden lang gaan slapen. Het gaat niet meer lukken, Dylan. Voor welk vak sta ik dan zo slecht op dit moment? Voor welk vak sta je goed? Kan je beter zeggen, toch? Nou, voor geschiedenis had ik laatst nog een 7,5. Geschiedenis sta je een 4. Maar dat is die 7,5 er al bij opgeteld? Ja, dat is bij opgeteld. Wiskunde. Ja, maar wiskunde, dat heb ik nooit echt gekund. Natuurkunde, 3. Ja, maar dat zijn die vakken, maar ja. Ja. Nou, wat is er met die vakken dan? Die vind ik minder leuk. Ja, die moet je toch gym, doen, anders ga je gym het over. Heb ik echt, sta ik ja, voor... gym. Gym is het enige dat goed gaat, ja, dat klopt. Nou, ik dacht serieus dat ik geschiedenis wel omhoog had gehaald en dat natuurkunde, dat ik dan misschien nog net wel een voldoende zou staan. Nee. Wiskunde wist ik wel dat niet goed ging, maar dat heb ik ook wel eerder gezegd, hoor. Voor wiskunde zou jij nu, volgens mij moet je 10 gaan halen voor wiskunde. Maar het kan toch ook nog met een 9,5? Ja, oké, 9,5. Ja. Wat? Dat kan dus nog. Wat zeg je? Het kan nog. Het wat? Wat? Het kan nog. Het? Kan nog. Wacht even, nog één keer. Het kan nog. Het wat? Het kan nog. Kan nog? Ja, het kan nog. Wacht even, Dylan. Hallo, kan je mij verstaan? Hallo, ik ben de harde werkelijkheid. Hallo. Ja, Dylan, word wakker. Ik schrijf het op. Kom uit de droom. Er komt post naar jou toe. Voor Dylan een brief. Kijk maar in de brief. Wat staat erop? Wow, 1 jaar overdoen. 1 jaar overdoen. Echt niet. Oh, Dylan, echt serieus. Je zit echt gewoon in een waas, man. Het gaat niet lukken, man. Kan het wel. Als ik echt wel leer... Ik heb wel eens vaker 9,5 uur gehaald in de vorige jaar. Wanneer heb jij voor het laatste 9,5 gehaald? In de vorige jaar. Ja, vorig jaar. Ja. Maar dit jaar heb je alleen maar 3, alleen maar 4, alleen maar... Ja, maar dit jaar heb ik ook iets minder mijn best gedaan. Dat weet ik ook echt. Ja, maar goed. Je hebt nog 2 maanden de tijd. Ja. Dat is wat er aan de hand is. 2 maanden de tijd. Je hebt nog een paar proefwerken te gaan. Volgens mij voor alle proefwerken moet je op hoger dan een 9 in ieder geval halen. Dat gaat je niet lukken. Ik denk wel dat ik het kan. Ja. Dek.
Ja, het is niet onmogelijk. Ja, ik wist zelf niet dat het zo slecht ging. Ik dacht serieus dat het wel ging lukken dit jaar, hoor. Ja, daarom zeg ik, wake up, tringelingelingelingeling. Ja, maar ik wil het wel echt halen. Ik wil wel echt graag... Dat gaat je niet lukken. Dat weet ik zeker. Dat weet ik zo ontzettend zeker. Als het kan, als jij overgaat, wat niet gaat gebeuren. Maar daarom, dan ga ik een weddenschap met jou. Als jij overgaat, ja? Okay. Als jij het gaat redden, als jij al die 10 en die 9 is, alles ga jij redden. Ja. Dan ga ik... dan ga ik de eerste schooldag ga ik gewoon in een jurk ga ik naar school. Als jij het lukt. Ja, is goed. Ja. Ja, nu heb ik er helemaal zin in om te gaan leren. Ja. Serieus? Ja, deal. Gewoon in een jurk en niet in een minirokje of zo. Gewoon in een jurk. Ja, dat vind ik al prima. Ja? Ja. Moet je wel mijn hand schudden. Spreek wel af? Ja. Maar het gaat je niet lukken. Maar als het me wel lukt... Ga ik in een jurk, ik zweer het. Ik zweer het. Ik wil eerst de hand erop, anders geloof ik het niet. Oké. Ik ga het proberen. Ja, ik doe het echt serieus. Maar niet alleen voor je jurk hoor, ik wil het zelf ook. Echt. Ja, maar daar ben je zo laat mee. Waarom zo laat, man? Waarom? Ja. God, man, echt. Oké. Ga het doen hoor. Ik hoef me niet druk te maken. Nee. Alleen over het feit dat je misschien met een jurk naar school moet. Echt niet. Hé, mensengesprek is voorbij. Oké. Mag ik het kussen echt hebben? Ja, het kussen is voor jou. Jij mag de komende 2 maanden, mag jij voor mij. Mag jij lekker achterin maar gaan slapen. Maar dat ga ik sowieso niet halen. Ik heb sowieso mijn jurk niet uit te zoeken. Dus. Ik weet zelf wel of ik hem meeneem. Is voor jou. Prullenbak. Prullenbak? Je gaat ervoor. Oké. Doei. Ja, ik wil vaker mentorgesprekken gaan doen met bekende YouTubers. Heb jij nou een idee met wie ik een mentorgesprek moet gaan doen? Laat me dat even weten in de reactie. Like deze video voor het abonnee. Elke woensdag een nieuw filmpje. En natuurlijk Dylan Hakens, bedankt. Kijk ook even op zijn kanaal. Het is zeker de moeite waard en word abonnee. Dan zeg ik gegroet, gij allen en tot de volgende keer. Groetjes, hoi. Willem heet het aan het wippen. Ja, een beetje bewegelijk toch? Ja. Hij is aan het wippen, ik was van aanbeen. Doe even zo, doe even zo. Ja, huh? Ja, het helpt niet meneer, het helpt niet. Ik ben Mimi, ben je vies, dan was ik je af. Dit is goed. Dit is oké. Okay. Dit is. Wacht even. Dit is niet. Mimi.